Dag beste kijkers van Borgerhout TV. We zijn er opnieuw met nieuws over basketbal. En deze week hebben we een speciaal onderdeel van basketbal in onze studio. Ken, welkom. Jij bent van de Gembo Players. Vertel eens, wat is dat? Wij zijn een rolstoelbasketbalploeg, dus Gembo Players. En wij spelen in de eerste afdeling, nationaal. Rolstoelbasketbal, maar jij zit niet in een rolstoel. Ja, ik ben de coach en het is niet noodzakelijk dat je in een rolstoel zit tijdens het dagelijks leven. Ik speel met spelers die een been geamputeerd zijn en zo. Die lopen rond in het dagelijks leven, maar tijdens de wedstrijd zitten die in een rolstoel. Hoe gaat het met de Gembo Players? Ja, tot op heden is het mooi gelopen. We staan nu eerstes. We spelen nu dit weekend een heel belangrijke wedstrijd tegen Limburg United, waar we al van de 4 confrontaties al 3 keer van gewonnen hebben. Dus in de winnaar mag zich kampioen van België noemen, ja. Na dit weekend. Met hoeveel spelen jullie in de ploeg? We hebben 7 spelers. Nee, ik ben verkeerd. 8 spelers, sorry. 8. Het klikt goed. Dus, En zitten die allemaal in het dagelijkse leven in een rolstoel, nee, of niet? Nee, ik heb 4 spelers die in het dagelijks leven constant in een rolstoel zitten, die ook gewoon werken, aangepast werk hebben. En de andere 4 die kunnen gewoon wandelen. En ja, die hebben enkel een rolstoel nodig voor te spelen. Maar is rolstoelbasketbal nu moeilijker dan gewone basketbal? Of? Ik denk het wel. Ik denk de intensiteit, het is je moet constant duwen, met je armen bewegen, duwen om die wielen. En dan moet je nog een shot nemen van op zithoogte. Moet je nog op, en de ringen zijn niet aangepast, het veld is niet aangepast. Dus alles is hetzelfde als een gewone basketbal. Dus ja, ik vind het wel een harde sport. En ook de spelers, die gaan er soms redelijk hard in. Ja. Oké, bedankt voor de komst. Dus nu zaterdag om 20:30 in de Luisbekenaar spelen de Gembo Players tegen Limburg United. En een belangrijke match. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.